Wel aan. Ik stel nu vast, ik heb die gesprekken zelf gedaan, ook met experts, die zitten overigens daar. Vele gesprekken gevoerd met ze. De aarzelingen die u heeft, meneer Van Zevenberg, heb ik van meet af aan gehad. Dat kunnen ze ook vertellen. Van meet af aan dezelfde aarzelingen. Ook over stigmatisering en allerlei andere dingen. Maar waarom haken wij toch af? Omdat de vele gesprekken over en weer tussen Rotterdam en Sociale Zaken, met RSC in het bijzonder, geen overeenstemming konden bereiken over het operationaliseren. En dat zegt van de heer Vonk, zei dat ook in zijn. Het operationaliseren, mevrouw Assini zei dat ook, van de grondgedachte achter serie in de praktijk. Daar lopen we gewoon uit elkaar. Je ziet dat rijkspartijen bijvoorbeeld allerlei typologieën van informatie willen stapelen, waarvan wij zeggen dat is te breed. Dat is waarschijnlijk niet de bedoeling van de wetgever. Voorbeeld, informatie uit de zorghoek of misschien zelfs informatie uit de politieregisters. Dan moet u weten dat zelfs informatie uit politieregisters, dat is voor mij als burgemeester, hoofd van de politie, zeer restrictieve toegang te hebben. En die informatie gebruiken, en niet alleen gebruiken, maar ook delen met andere partijen in de keten, gaat ons te ver. Gaat ons te ver. Dan is wat wij, ook na advisering van zijde van Pels Rijken, ons eigen huisadvocaat in deze, hebben wij de conclusie moeten trekken. En dus is die werkwijze niet proportioneel voor het doel waarvoor die uiteindelijk initieel zo aantrekkelijk leek. Nou, meneer Vonk, als u zegt welke grondslag, welke juridische vraag. Nou, dit dus. Wil je breed? Wil je zorginformatie gebruiken? Of als er op een adres 5 mensen wonen en je zoekt bij 1 persoon mogelijke bijstandsfraude, wat doe je met informatie verkregen van de andere 4 mensen? Wil je dat ook bij erbij betrekken? Wil je smal? Wil je breed? Eigenlijk, grosso modo kun je zeggen, wij sturen aan op smal informatie vergaren voor het doel waarvoor het moet dienen, namelijk bijstandsfraude. En de landelijke partijen wilden breed gaan en hadden dus ook niet alleen de informatie die daarvoor betrekking heeft, maar ook zorginformatie, politieinformatie. En ik kan niet toestaan als hoofd van de politie dat politieinformatie met anderen wordt gedeeld dan zeer restrictief met mij en laat staan met gewone ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken, hoeveel belangstelling ik ook voor die ambtenaren heb. Dan is dat, ja, ik noem het maar, ik kan het niet anders noemen, dat is een moloch van een bureaucratisch ding, wat zich niet laat sturen. En dan doet het, meneer Van Zevenbergen, dan doet het niet wat ik in het begin had zei. Als het niet doet wat het moet doen, dan stoppen we daarmee. Het doet niet wat we moeten doen. Na 1,5, 2 jaar sopbatten levert dat niet een operationele optie die werkelijk verschil gaat maken. En dan stoppen we ermee.